Dit is de achterkant van deze antieke huizen. Gaan we bij de buren even kijken, even gluren bij de buren. Dit zou uit de jaren 50 van de 20ste eeuw zijn. Dus we zitten hier in de jaren 50 van de vorige eeuw. Omstreeks 1950. Deze moeder ook. Lekker vol keukentje, beetje klein. Het ruikt hier minder muf als bij de buren. Dan was het zo oud, daar rook je gewoon. Ja hoor, dit is de jaren 50 hoor, dat kan ik mij nog een beetje herinneren. Spaanse cursus, Duitse cursus, Engelse cursus. Dan maak je huis weer niet meer, we nemen geen cursus. Ja, je werd al een beetje moderner. Ja, die ouderwetse televisie. Ik heb een van de eerste drie Nederlandse televisies nog gehad, een Philips. Ja, die kocht ik voor 1000 gulden hoor. Die zag eruit als nieuw, ja. Ja. Maar toen hij hem toen kocht, moest je 1500 gulden betalen. Dan moest een werkman 3 jaar voor werken. En Willy Alberti had er al eentje in de Jordaan. En de hele buurt kwam kijken. Stonden de lange rijen met kinderschoentjes in de gang, vertelde Willeke. Het was maar een heen. Ja. Ja. Zo'n soort bureautje had ik vroeg bij de kamer. Ja. Dat was iets, zeg maar. Ik weet niet wat precies, maar. En zo'n soort last hadden we. Termeulenpost ligt hier nog. Die is ook al lang dood, Willem. Die is zeker. Dokter van Zwol, ja. Ja, later werd het Van Zettelen. En André van Duin? Ja joh, of niet? Oh nee, McCartney. Ja. Hij lijkt er een beetje op. Want André van Duin, die gaat ook al 40 of 50 jaar mee, joh. Ja. Het Atomium. Scootertjes. Hier is de Euromast met al de punt erop. Daar hoort er eigenlijk nog niet op te staan, die punt. Ja. Want die kwam er pas in 1970 op. Hier zijn de foto's uit de jaren 50. Het oude station. Waar mijn leven eens begon. Nou, we kunnen stiekem toch even naar boven. Hier is er geen zolder, heb ik gehoord. Nee. Ah, kijk nou joh, wat een ruimte. Ja. Dat is een hele leuke. Ah, hier sliepen ze in de huiskamer, lijkt het wel. Ja, dat is een leuk idee. Dit is een 1-kamer appartement, want ze sliepen in de huiskamer, lijkt het wel. Of het is een logeerbed. Ja. De oude Elvis, toen hij nog jong was. Hier Jan Kramer. Oh nee, ik Jan Kramer. Turks fruit natuurlijk. De leukste mode maak je zelf. Biotex blauw. Verwijder de eerste vlekken in de voorwas. Veilig en vrouw. Een goed begin met Biotex blauw. De Bijenkorf aan de Koolsingel.
was toen al niet voor. Nee. Ja. Hoe ontwikkel ik mijn seksappeal? Nou, een televisietje van op de slaapkamer. Vader weet het beter. Brabantia, dat is het, Brabantia. Ik heb een Brabantia tafeltje nog en een paar stoelen ook bij diezelfde. Oh, die krukken. Wonen in de lage landen. Ja, die leek nu ons niet meer. Nou.